NSV 46 speelt haar laatste competitiewedstrijd in Polsbroek tegen SPV. De ploeg gaat samen met Alanderveen 4 aan kop in de vierde klasse C. Op basis van het doelsaldo, de Noordenaren hebben 2 doelpunten meer gescoord, staat de formatie bovenaan. Een nieuwe overwinning brengt absoluut de titel. Het gebruikelijke handen schudden en dan de aftrap. Direct de lange bal naar de linkerkant. Lars de Jong. Komt er niet uit, maar krijgt er steun van Daan Koot. Die kan die bal niet binnenhouden. Ingooi. Robin Verkoert. Lars de Jong. Daan Koot. Oh, wat een pegel. Wat een geweldige goal. En dat binnen de 3 minuten. Een streep. Johan de Vos, toch geen misselijke keeper. Volslagen kansloos. Lars de Jong, heerlijk teruggelegd. En Johan de Vos hoorde alleen maar geluid. Jan Doeland, een van de betere spelers van SPV. Doeland, ja, kan ook niet dwars door een speler heen lopen. Zag er allemaal wat ongelukkig uit. Scheidsrechter Van Drunen geeft een vrije trap aan SPV. Mooi ingedraaid, de kopbal en daar de eigen goal. En dan is het 1-1, of niet? Geen idee waarom die goal afgekeurd wordt, buitenspel. In ieder geval niet. Dan moet het een overtreding geweest zijn. Wat een streep van een bal. En dan is daar de 0-2, daar is hij. Maar er wordt er gevlacht en wederom gefloten. En ook deze goal vindt geen genade in de ogen van Van Drunen. En dan wordt het ineens spannend. Want in die 20e minuut werd bekend dat Alanderveen in Kamerik voorstaat met 0-2. En dan is het nog maar 1 doelpuntje verschil. De mooie aanval, de kans daar. Jeffrey van Kapel, die wil een pingel, maar krijgt hem niet. Hij was heel dicht bij die 0-2. Die bevrijdende 0-2. Robin van Koert. De voorzet en de goal. Daar is hij. De bevrijdende 0-2 van Jeffrey van Kapel. Wat een prachtige actie. En daar werd er gevlacht, maar niet gefloten door Van Drunen. Die wilde er nu niets van weten. De voorzet is perfect. Helemaal uitgespeeld. Geweldige goal. Jeffrey van Kapel, het mooie balletje, komt net niet aan. Hier is de ruimte bij Bassie van Veen. Speelt mooi in. Oh, ja, dat is een strafschop. Stapt helemaal verkeerd in. Marco Slingeland. Met rechts, kan helemaal niet bij die bal. En dan komt dat been er nog naast. Ja, dan wordt het een strafschop. Of ook niet. Nee. Ja, dat klopt. Ik werd met rechts aangetikt. Nou, Van Drunen denkt er anders over. Die geeft een gele kaart. Wegens een slobbe. Nou, dat heeft hij verkeerd gezien. Dat kan gebeuren. Kijk, Slingeland, paf, die stapt helemaal verkeerd in. En dan met links er nog bij. En dan is dat een strafschop, maar die krijgt hij niet. Sterker nog, hij krijgt een gele kaart. En dan hoeft het niet meer. Dan is het rust, staat het 0-2. En zijn de Noordenaren blij, want inmiddels is bekend dat het in Kamerik 2-2 staat. Ja, dan kan het bijna niet meer mis. Willem Vork, de Nestor van de Noordense equipe. Tweede helft, inmiddels 3-2 voor Kamerik. Het kan niet meer fout. De klusbal, er wordt er bijna Johan de Vos. Alhoewel, misschien nog steeds voor Basje van Veen. Jongen, dat leek een beetje op grobbelaar van Liverpool, Johan de Vos. Grabbel, maar die bal gaat er niet in. De kopbal, geblokt.
In de rebound misschien de kans. Lars de Jong, dat is moeizaam. Ook dat weghalen gaat moeizaam. Robin Verhaar, mooie techniek. Dan is dat daar Dylan Rietveld, die gaat door. Dylan Rietveld, ja, dat is puur op basis van wilskracht. En dan is het gebeurd, 0-3. Hij zag wat in die bal waar niemand meer wat in zag. Wat rommelig, die kopbal, en dan toch maar doorgaan. En dan laat Martijn de Heer zich, zeg maar gewoon in het oudje nemen door Rietveld. 0-3. Dan is het gebeurd en is het alleen nog maar afwachten hoe groot de stand wordt. Nu dan misschien al Robin Verkoert met een gelukje, maar dat maakt hij schitterend af. 0-4. Ja, en daar staat Pa, de voorzitter. Opgelucht natuurlijk. Ik was zenuwachtig, zei hij voor de wedstrijd. Erg zenuwachtig. Nou, dat is nu niet meer nodig. Dit is een beetje gelukkig, maar dit maakt hij schitterend af. Wordt het dan nog erger of niet? Nee, dat lijkt niet meer. 93 minuten op de klokken. Van de Hoorn bracht wat meer lijn in de tweede helft. Dan is dit misschien toch nog de kans. En dan is dit wel de strafschop. Ja, meneer Van Drunen, nu kan je er niet meer omheen. Oh, en dan ook nog geel. Dat is helemaal niet nodig in deze wedstrijd. Maar goed, dat is nu eenmaal Nicky van Diepen. Nicky van Diepen. En dat is de 0-5. De invaller. Veel reservebeurten gehad de laatste tijd. En als dank mag hij deze goal maken. En dat doet hij prima. En de 5-0 voor de NSV. Ja, dan is het de kampioenschap binnen. Nog even die herhaling. Lekker rustig gebleven. Keeper op het verkeerde been. 0-5. Dan is het afgelopen. Van Drunen floot niet echt slecht, maar voelde het ook niet helemaal aan, moet ik bekennen. En dan is het feest. En dan zeggen deze beelden genoeg. Ik ben er heel blij mee. Ik zie het aan je. En wat betekent dat voor de club? Nou, dit geeft weer een boost. Hè. En ik vind het hartstikke leuk dat we kampioen zijn geworden. En ik ben er heel blij mee in deze afdeling. We hebben een prachtige competitie gehad. En ik ben er heel blij mee. Hoe ben je vanochtend uit bed gestapt? Met twee benen hoor ik uit de studio. Ja, dat klopt, dat klopt. Ja, ik ben wel gespannen geweest. Hè. Kijk, het is niet alleen de voetbalwedstrijd vandaag. Voor de mensen proberen we er toch een fantastische dag voor te maken. Met een hele organisatie eromheen. En met het kampioenschap kan het niet kapot. Dus we krijgen hopelijk die sfeer en die beleving en die gezelligheid die we gewenst hebben. Even in een kort notendop, de 26 wedstrijden. Niet één voor één natuurlijk, maar de hele competitie. Heb je ergens getwijfeld onderweg? Nee, geen seconde. Ik weet dat die jongens kunnen. Ik heb wel één wedstrijd enorm gebaald. Dat was uit bij Civeo. Daar baalde ik enorm. Ga ik wisselen om het verdedigen beter neer te zetten. En de jongens gingen vol op de aanval. Ik krijg er twee tegen. Daar baalde ik van. En de andere wedstrijden waren allemaal terecht uitslagen. En deze groep is, als ik naar de competitie kijk, dit jaar gewoon echt absoluut de beste. Niet alleen qua punten, maar ik vond ook dat wij de meeste wedstrijden stabiel goed gespeeld hebben. Veel goals gemaakt hebben. Nou, eigenlijk niks op aan te merken.